Wel, ik denk niet, ik is altijd zo goed om weet, congregational type van liedjes te schrijven, maar Ian Leen was een wat ik rechtig gedink het, allemaal moet saam zijn met die liedje. So, ek het hom so duidelijk en makkelijk genoeg probeer skryf, so dat ons allemaal kan saam sing met hom. Ek denk die moeilijkste deel van Ian Leen was om te besluit op een arrangement vir die liedjie, om die verwerking, om rustig te gevoel het oor dit. En ek denk, as ons net een bietjie meer tyd gehad het, sou ons miskien meer kon experimenteer, maar hy het op die einde by mekaar gekom en ek denk, het is lekker om saam met hom te sing. Weer eens, net ongelooflike kruis en hoe ons so hard probeer om ons salvation te verdien. Weet daai redding in die kruis en hoe ons so makkelijk weet die kruis teruggooi in Jesus' gezicht as ons so hard probeer. So is eindelijk oor hou probeer. Hy het daar nou alles klaar gedoen. Ja, ek weet nie, en het probeer cool wees. Ek mis het ook. Yes, ek mis het. Ek dink jy alleen is dit op een liedje wat jy moet luister as jy daai skuldgevoel begin voel. As jy begin voel, jy daai valse skuld met so aan jou eet die hele tyd. Net om dit weer te hoor, sy jy betaling genoeg, is genoeg, hy het dit gedoen. En net wanneer jy harder probeer, hy jy nog jou wacht om op te hou probeer, so dat jy kan help. So dis wanneer jy die liedje moet luister.